Dit is blokje 1. Even laten zien aan de camera. En ik heb hier blokje 2. En toen zag ik dat jij nog geen blokje had gemaakt. Dat had gewoon langwerpig dingen gemaakt. Dus die, dat kan ik ook. Dus ik had blokje 3. En toen dacht ik, ja, toch maar weer dat blokje. Blokje 4. Het oog, natuurlijk. Dus alles hier echt werk van jou. Ja. Ik zet de zorg in. Ik ben een kunstenaar die constant op zoek is naar iets om mezelf weer te veranderen. Ik heb een insteek en ik begin even met dit werk. Het heet Confessions of an Unconventional God. En het hele thema is, we hebben allemaal ons eigen godje nodig. En waarom hebben we ons godje nodig? Op het moment dat wij uit de holen kwamen zitten in ons berenvelletje, en er ging iets mis, de oogst ging mis, de vruchtbaarheid ging mis, en we moesten op zoek, ja, wie geeft je de schuld? Iemand anders. En als er iemand anders is, dan maken we toch een godje en dan geven die toch de schuld. De god van de vruchtbaarheid, god van de oogst, die heeft de schuld. We hoeven het niet bij onszelf neer te leggen. En als zeer groot, maar niet met ons eigen god aanschaffen. En dan kun je gewoon thuis ophalen en zeggen, dat gaat nu even niet goed. Zijn schuld. Makkelijk. Dat is die zin. En dan ga ik op zoek. Ik ga op zoek naar iets anders. Ik ben op tijd een serie Angels gaan maken. Iets waar je ook geloof in kan hechten. Aan kan hechten. Maar het is eigenlijk begonnen met een boek. Een boek dat voor misschien een aantal mensen wel bekend is. Letragé. Vreemdeling. Van Camus. Een eenzaam figuur. In een stil landschap. Op zichzelf. Met zijn gedachten. En er is een hele serie uit voortgekomen. En dit zijn allemaal miniaturen. Ik maak altijd een miniatuur van mijn eigen werk. Ik vind het zo'n reminder. Het zijn allemaal de geestenkindjes die ik even wil vatten in een momentje. Een klein momentje. Een klein deel. Daarnaast, het oog. Spiegel van de ziel. Iedereen hier, als je goed in iemand oog kijkt, het is niet anders dan haar oog. Het is niet anders dan zijn oog. Je kan iemand voor bijna 100% schilderen door alleen zijn ogen te schilderen.